Goedemiddag allemaal. Wij hebben dus de romantische strassen gereden. En daarover praat ik vandaag met mijn vrouw Vivian. Ik ga haar vragen wat zij het leukste vond van de romantische strassen. Wat haar hoogtepunten waren en waarom dat de hoogtepunten waren. Hallo Vivian. Hallo Jamie. Hoe gaat het ermee? Goed. Vivian, je hebt onlangs de romantische strassenroute gereden. Dat klopt. Wat vond jij daar nou van? Ik vond de romantische strassenroute leuk om te rijden. En dat komt omdat je wisselende landschappen ziet. Dat vond ik erg mooi. Wat bedoel je met landschappen? Nou, in het begin heb je heel veel leuke dorpjes waar je doorheen rijdt. Ja. En dan heb je weer een stukje bosgebied waar je doorheen rijdt. Aan het einde heb je de bergen waar je doorheen rijdt. Welke van die landschappen vond jij het mooist? Ja, wel het einde, de bergen. En dat was in de omgeving van? Fusen en Schongau. Maar verder wat vond je van welke dorpjes? We hebben geen steden bezocht. Nee. Sorry dat ik je interpeer. Ja, maakt niet uit. We hebben geen steden bezocht, maar welke dorpen vond je dan het meest leuke of verrassende? Welke zou je aanraden? Ik vond Rottenburg op der Tauber vond ik echt de moeite waard. En dat komt... We hadden er niet over gelezen. We hebben eigenlijk niet echt ons voorbereid op de route. We zijn gewoon erin gegaan. En we hebben ons laten verrassen door de plekken. En Rottenburg op de Tauber vond ik dus heel verrassend. Want dat had ik niet verwacht. Maar het is een dorpje dus met een muur eromheen. Dus helemaal, ja, hoe noem je dat? Een beetje... Stadsmuur. Ja, het is een stadsmuur eromheen. Die heel mooi is nog. En als je binnenkomt zijn de huizen super mooi gekleurd. Allemaal in verschillende kleurtjes. En helemaal met mooie sierlijke letters. En het heeft echt een sfeertje. En daar hou ik van. Ik hou wel van dorpjes die een sfeer hebben. En dan ook nog van die leuke kerstwinkeltjes. En een teddyberenwinkel. Helemaal ouderwets. En dat is nog meer van leuke winkeltjes. Even nadenken. Een leuk dorpspleintje. Ze hebben ook een leuke museum. Het is allemaal leuk zo te horen. Ja, sorry. Dus dat vond ik heel verrassend. Heel leuk. En ik vond daarnaast Dinkelsboel eigenlijk ook wel verrassend. Maar dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Rottenburg op de Tauber. Maar dan in de kleine variatie. Dus daarom vond ik die dan ook wel weer heel leuk. Ik vond het beginstuk van de route vond ik mooi. Omdat je dan ook door dat soort dorpjes rijdt. De route die rijdt je langs die dorpjes allemaal heen. En dan vond ik het middenstuk vond ik een beetje saai. Dus van na Dinkelsboel tot aan Landsberg aan Leg vond ik een beetje saai. Omdat ik de dorpjes niet heel spectaculair vond. Maar dat is mijn mening. En het einde vond ik dan weer heel leuk. Omdat je dus richting de bergen rijdt. En je moet echt wel zeker langs gaan langs het kasteel. Neuschwanstein. Ja. Dankjewel. Vivian, heb je nog iets toe te voegen? Vind je het zo wel in orde? Ik vind het eigenlijk zo wel in orde. Oké, okay. Bedankt voor je tijd. Heb jij nog een vraag voor mij? Wat eten we vanavond? Curry. Nee, bedankt voor je tijd, Vivian. Ja, graag gedaan. Echt enorm prettig. Oké. Okay. Om zo even met jou open gesproken te kunnen hebben. Oké. Jij ook bedankt. Graag gedaan. Nu zijn de rollen omgedraaid en ga ik Jamie interviewen over wat zijn hoogtepunten waren van de romantische strassenroute. Hier komt het. Zo, meneer Medler. Dag Vivian. Kun je even een pauze nemen van je stokjes eten? Nee, dat is een verslaving. Als ik eenmaal één eet, dan vergeet ik alles op. Wat vond je erover in het algemeen van de route? Ik merk bij mezelf dat ik het leuk vind om een route te rijden. Dat je niet zomaar van het ene plaatje naar het andere plaatje rijdt. Er is echt over nagedacht. Iemand heeft dit als een route bedacht. En dat vind ik leuk om te rijden, zo'n route. Ja, dan denk je, wat is daar dan leuk aan? Maar het is gewoon geinig om dat te doen. En dan onderweg laat je dus verrassen. Je kunt je helemaal inlezen over ieder dorpje en dingen. Dat hebben wij ervoor gekozen, zoals jij ook al zei, om dat niet te doen. En maar gewoon een beetje op je af te laten komen. Het leuke daarvan vind ik dat je dus zo verrast kunt worden door bepaalde dorpjes. Zoals Dinkelsboel, waar we helemaal niets over hadden gelezen. En Rottenburg op de Tauber was dus ook verrassend. Zou je deze route aanraden aan mensen om te doen? Zeker weten. En waarom? Ik zou hem aanraden omdat het een hele mooie route is met veel historische hoogtepunten. Het verveelt niet.
En je kunt het binnen een weekje doen. En je kunt het op de, nou, op de fiets zul je er niet een weekje over doen, dan iets langer denk ik. Maar met de auto kun je er ook een weekje over doen. Dus al ben je geen camperaar, is het nog een fantastische route. En dan is het misschien nog wel leuker, omdat je dan allemaal van die leuke pensionnetjes, hotelletjes kunt ervaren. Ja. En wat langer ook in de centrums kunt blijven van de dorpen. Ja. En het is niet zo gek ver weg van Nederland. Nee, valt ook wel mee, dat klopt wel inderdaad. Dus daarom zou ik het zeker aanraden. Oké, okay. Heb je nog verder iets toe te voegen? Zeker doorrijden tot het einde. Ja. Voesen zal best ook nog wel een leuk stadje, dorpje zijn. Maar dat Disney kasteel, ja. Zullen we maar even zeggen, het is niet het Disney kasteel, maar Disney heeft daar een film op gebaseerd. Nee, het kasteel van Doornroosje is gebaseerd op het kasteel van Neuschwanstein. Ja, nou, dat zeg ik. Dat is zeker de moeite waard. En alsjeblieft, ga er naar binnen als je de mogelijkheid hebt. Ja. Wel heel toeristisch, moeten we wel echt zeggen. Het is maar echt dat maakt heel toeristisch. Niet uit. Maar het is logisch dat het toeristisch is. Ja. Het is het allermooiste, wat we van de allermooiste kasteel. Gebouw wat we op de route hebben gezien, denk ik. Ja. Blijkbaar zijn er nog meer kastelen op de route. Die hebben wij niet echt gezien, maar dat... Je bent een hele vreemde interviewer, dat je zo'n enorm verhaal zelf vertelt, zonder zelf... Nou ja, dat wilde ik... nooit interviewer zo... Nou, niet zo raar, maar dat wilde ik nog verhaal even toevoegen. Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks te zeggen, maar ik wilde dit even toevoegen aan het kasteel. Want blijkbaar zijn er nog heel veel kastelen op de route van de Romantische Strasroute. Maar die hebben wij niet ontdekt. Nou, die hebben we niet echt ontdekt. Die moet je echt van de route een beetje afwijken. Ja. Behalve dus Harburg... Het slot van Harburg, die hebben we wel meegepakt. Als je echt van kastelen houdt, maar dan moet je dus zijn er dus meer... op die route nog veel meer kastelen waar je naartoe zou kunnen gaan. Die ontdek je niet zomaar, dus die moet je wel opzoeken. Ja, die moet je wel opzoeken. Ja. Maar ja, dat is misschien wel een tip nog voor door te geven. Dus toch af en toe wel iets opzoeken. Ja. Oké, nou, bedankt voor je tijd, meneer Mert. Ja, graag gedaan, juffrouw. Oké.